Hey guys, vandaag heb ik een review video voor jullie. Want ik was laatst bij de Action en daar zag ik iets wat mij ergens een beetje bang maakte. Namelijk deze elektrische epilator. Staat op. Geschikt voor wenkbrauwen, oksels, bikini, lijn, neklijn, gezicht, etc. En ja, het maakt me een beetje bang. Dus ik ga hem gewoon openmaken. Met mijn babyschaar. Want ik heb echt gewoon geen normale schaar. Oké. Let's see. Zitten hier ook nog instructies in? Of? Nee, oké. Geen instructies. Laten we maar gewoon alles eruit halen. Oké. Dus, er zit een klein borsteltje bij. En een... dit. Waarvan ik niet weet wat het is. Misschien is het leuk een opzetstukje of zo. Moet dit dan hier in? Wat dit mag zijn, mag je ook weten. En dan heb je natuurlijk de epilator zelf. Die is echt heel klein. En er moet een batterij in. Oké, dat is wel heel makkelijk. Je hebt zeg maar dit. En dan schuif je dit gewoon zo eruit. Dan moet hier de batterij in. En er moet een AAA batterij in. Dus die ga ik even zoeken. And we're back. Met een batterij. Goed, ik zal er nog wel even de epilator zelf laten zien. Dit is hem. Als hij met de dop erop zit. En dan houdt de dop erop. Oh. Dat is geloof ik niet de bedoeling. Houd de dop eraf. En dan heb je het mesje. Ik kan me niet echt voorstellen hoe dit iets zou moeten doen. Maar we gaan het proberen. We doen de batterij erin. Als ik de batterij erin krijg. Hij moet toch zo om? Wat is de min? Dat is de min. Oké. Oh, die maakt echt een heel schattig geluidje. Goed. Dan schuif hem terug hierin. En dan... werkt hij. Dat is super schattig. Oké. Ik ga hem even testen op mijn pols, denk ik maar. Wat grappig. Hij haalt echt serieus haar weg. Oké. Aan de ene kant wil ik hem gebruiken voor een van de dingen waar hij goed voor is. Namelijk voor mijn wenkbrauwen. Maar aan de andere kant ben ik heel bang. Gaan we doen? We gaan het doen. Oké, ik heb een spiegeltje gepakt. Oké. Ik ben echt heel bang. Ik ga zeg maar hier aan de binnenkant ga ik een beetje weghalen. Met de depilator. Ik ben echt heel bang. Als ik dit vertest, ga ik denk ik heel hard huilen. Goed, oké. Let go. Oké. Ik heb nu deze heb ik gedaan. Deze nog niet. Wat ik vind. Ja. Hij doet het wel heel goed.
goed aangeven. Ja, het is gewoon een soort klein elektronisch scheermesje eigenlijk. Maar ik denk wel dat ik even een grotere spiegel ga pakken. Want ik vertrouw niet, mezelf niet echt met zo'n klein spiegeltje. Dus dat ga ik even doen. Het is tijd om de andere kant te doen. Ik ga zeg maar wel nog gewoon mijn kleine spiegeltje gebruiken. Maar ik heb die staan dat ik een beetje van ver af kan zien of het daadwerkelijk gelijk is. Dus ja, daar gaan we maar weer. Ik heb wel heel mooi lipstick op mijn vinger zitten. Goed, het kastje. Het is wel heel fijn dat zeg maar, al die haartjes, die vallen dan natuurlijk naar beneden. En dan op je wimpers. Dus als je net iets anders knippert, dan zit het in je oog. Ja, het resultaat. Ja. Ze zijn wel een soort van gelijk, hoop ik. Hoop ik. Ja, ik vind wel dat hij het goed doet. En gezien het feit dat hij maar 2 euro was, ben ik echt heel erg onder de indruk. Wat is dit? Oké, dan gaat hij eruit. Oké. Ik dacht iets ontdekt te hebben, maar nee. Ja, gezien het feit dat hij maar 2 euro was, ben ik echt heel erg onder de indruk van dit ding. Ik had niet verwacht dat hij het zo goed zou doen. Ja, hij haalt haar er gewoon weg. Ja, je voelt het nog wel een beetje zitten, maar je ziet het verder niet. Dus ja, ik vind hem echt heel goed. Als ik mijn cijfer moest geven, zou ik hem denk ik een 8 geven. 8,5 denk ik. Want ik vind hem wel heel luidruchtig op zich. En dat vind ik wel jammer. En ja, als je ook maar 1 keer uitschiet, ligt je hele wenkbrauw eraf. Dus dat is janken. Maar ja, op zich, ik vind hem echt heel goed. Zeker voor die prijs. Dus als je bij de Action Matte ziet hem liggen, kan ik hem zeker aanraden. Nou, dat was dit mijn review van de elektrische epilator van de Action. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!